Hij doet het! Ik vind het wel heel sportief dat jullie zijn blijven zitten hoor. Snikkend op je bed, tranen vol met kwaad, dat ik jou verlaat. Jij zegt, ik wil dat je nu gaat. Maar niet voordat we Xander de Buissonnier hebben gezien op de Wolfsberg. 4 dagen lang is deze plek in Groesbeek het toneel voor optredens van Nederlandse artiesten. Na O'Gene, Alain Clark en Glennis Grace weet de oud-Volumia-zanger op deze druilerige vrijdag toch nog de zon een beetje te laten schijnen. Door de coronamaatregelen ontstond dit nieuwe initiatief dat weer heel anders is dan we tijdens de Vierdaagse gewend zijn. Ja, echt heel anders. In de Vierdaagse week zijn we gewoon hotel voor de Vierdaagse lopers. En dat is het dan. Alleen deze keer hadden we het idee erbij van, goh, we hebben een grote tuin, we hebben een groot terras. En ja, waarom niet wat doen, toch, voor de vakantiegangers, de velen die hier in dit prachtige gebied zijn. Kleinschalig iets opzetten qua amusement. De nieuwe artiesten werden positief ontvangen door het publiek. Toch is het maar de vraag of deze opzet de komende jaren wordt doorgezet. In ieder geval is er heel veel door bezoekers nu al gevraagd. Ga je volgend jaar toch ook doen? En dat is natuurlijk wel leuk, is heel positief. Ja, of dat dan lukt, ik weet het niet. Kijk, je hebt Nijmegen, zo'n grote stad, zo dichtbij. Met zoveel artiesten, ook op de verschillende podia. Of het dan ook nog zo populair is om dan hier te zijn. Dit is altijd voor een wat rustiger publiek natuurlijk. Zou dit mooi aan kunnen sluiten. Maar dan krijg je weer het volgende aspect. Zijn ze dan weer betaalbare artiesten? Ja, hè? En voor wie eigenlijk altijd voor de live muziek kwam, zit er toch nog een leuk evenement aan te komen op 22 en 23 augustus. Zoals je weet, de tribute party is nogal bekend in de regio. Die gaan we toch doen. Die was eigenlijk doorgestreept, maar die gaan we toch door de nieuwe versoepelingen onlangs hebben besloten om het toch in zo'nzelfde setting zoals we het nu doen, eigenlijk ook weer te doen. En met 2 tribute bands in plaats van 7 op een dag. Hè? In plaats van 3 podia, 1 podium. Kleinschalig, verantwoord, wat er kan in deze tijd. Met maximaal 500-600 mensen per dag. Hou me vast, ligt mijn hoofd hier op je schouder. Hou me vast, stuur me zachtjes dan.